We hebben ons rondje winkels gedaan. En Denise die heeft verkeerde schoenen aan, dus die wordt helemaal gek. Goedemorgen! Vandaag is het weer een nieuwe dag. En vandaag is het op je D-feestje. Maar het is een klein feestje met 3 mensen komen op bezoek. Goedemorgen, het is vrijdag. Ik ben aangekleed en heel klein beetje opgemaakt. Maar ik heb echt alleen boven mijn ogen of mijn ogen een beetje opgemaakt. Ik heb een top aan van Guess, broek, inweer en schoenen van Doen. Dit zijn mijn hele oude sandalen die eigenlijk weg moeten, maar ze lopen te lekker. En we gaan beginnen met boodschappen doen. Yay! Terug. En ik ben een beetje buiten adem, want ik ben natuurlijk gisteren gaan wandelen en daar loop ik normaal heel snel of heel veel. Alleen, wat doe jij nou? Dat mag jij helemaal niet. En hoe ouder je Octavia wordt. Dus mijn benen waren nog een beetje verzuurd van gisteren, omdat ik het anders heb gelopen dan normaal. Heb jij die in de koelkast? Ja. Samen opruimen en ik heb wat lekkere dingen ook gehaald. Ik heb vanavond en morgen wat lekkers. Ja, ik heb het al verteld. Oké. Okay. Heel goed. Dit is in de vriezer. Dit in de koelkast. Laat de ene bij. Ik zet de andere bij de brood, oké? Deze leg maar even neer. Oh ja, is goed. Dat ruim ik wel later. Ga jij nou eens weg? Ik doe dat niet. Die in de vriezer, die mag wel inmiddels te laat. Want dan kan ik het terugvinden. Het is allemaal voor vanavond morgen. Ga ik hier goed opruimen, dat gaat zo goed uit. En ik heb even snel het eten gekocht. Ja, dat weet ik. Dus dan kan ik wel even snel het eten, want ze heeft zo weer zwemles sinds 2 maanden. Dus. En ik heb een beetje druk vandaag, dus even snel een croissantje. Wij zijn onderweg naar zwemles en ik ben met Denise. Dus we zetten Sarah af op zwemles. Je mag daar toch niet blijven. Dan gaan Denise en ik even naar de Action. Denise moest ook wat halen. Yoga mat. en misschien nog een winkel als we tijd over hebben. En daarna weer terug naar het zwembad. En halen we Sarah weer op. Gezellig. En Sarah gaat heel goed haar best doen, want die heeft heel lang niet gezongen. Was je toch een skatepark ook? Ja. Hier. Oh, zo open. Ja, moeten ze niet zien. Dan sluiten ze hem daar gelijk weer. We hebben ons rondje winkels gedaan. En Denise die heeft verkeerde schoenen aan, dus die wordt helemaal gek. Maar goed, we zijn bijna weer bij het zwembad. Sarah halen en uit, dus je kan ze bijna uit. Bijna. Dat scheelt weer, echt hè. Ik probeerde af te leiden, maar het lukt niet. Maar goed. Ja, vanavond hebben we een schoen aan dan. Ja, slippers. Maar ja, aan de andere kant, je kan ook bij mij heel veel zitten, dus dat maakt het weer niet zo uit. Ik trek mijn hoogste aan, oké? Ja, alle hoogste hakken. Ja. Nou, daar hou ik je aan hè. Nee, niet doen. Weer thuis, ik ga gelijk koken. Ik heb het eerst al opgezet en daarna ga ik gelijk voorsnijden voor vanavond, aangezien ik toch in de keuken sta. Ik heb echt zin in vanavond. Gewoon een paar mensen om je heen. Zo lekker. En ik ben ondertussen met Kitty, die heel heftig aan het spelen is met Sarah over dat hun kind ziek is. Maar goed. En we hebben zo op die D-avond, als jullie met haar even staan. Dus die mevrouw komt zo. Ik wil even vragen of ze op beeld wil of niet. Dus dat merken jullie zo. En dan komen Denise, mijn moeder en Nadine nog. En dat is eigenlijk het groepje. Maar... Dus, maar ik heb er wel heel veel zin in. Goed allemaal, welkom op onze Optidee demonstratieavond. Iets heel anders dan Tupperware, wat je natuurlijk al. Oh, dat was zo erg.
En we gaan natuurlijk het een en ander uitleggen over onze vezel en over de producten die we hebben. Dus niet alleen schoonmaakproducten, maar zeker ook ons beddengoed waar we onbekend zijn. Dus we zijn eigenlijk slaapspecialist. Niet dat we daarnaast komen en dan een liedje zingen, maar we hebben gewoon hier het beddengoed. Iedereen is weer naar huis. En het was echt heel gezellig. Het was helemaal niet heel druk, maar het was gewoon leuk. Ik ga nu even thee zetten voor mezelf. De vaatwas is klaar, dus die moet ik ook echt leegruimen. En dan even alle troep van het weer in de vaatwasser zien te krijgen. Ik ben wel altijd een multitasker, want als ik dan thee zet, doe ik een stukje vaatwasser. En dan ga ik zo nog even editen. En als ik dan dadelijk weer thee zet, dan doe ik de andere helft van de vaatwasser. Dat werkt heel goed. Want anders loop ik toch alleen maar heen en weer. En ik heb weer trouwens mijn telefoon in mijn zak. Dat is echt... waarom ik niet aan mijn stappen kom? Dat moet ik echt gaan doen. Ik lig op de bank en ik was net begonnen met editen. En toen dacht ik... Ik heb nog één aflevering Dynasty. Wat ga ik doen? Ga ik editen en dan naar bed? Of ga ik Dynasty kijken en dan naar bed? Nou, je kan al raden wat het is geworden. Ik ga lekker Dynasty kijken. De laatste aflevering. Ik vind die serie echt helemaal leuk. Het is echt zo'n binge-watch serie. En ja, ik moet en zo gewoon die laatste aflevering even kijken. Dus ik heb thee gezet en... Ik ga dat kijken. Ik heb trouwens wel hele leuke dingen besteld net. Wat schoonmaakdingen en anders verdwijl, daar ben ik wel heel enthousiast over. Ja, echt, hoe oud en burgerlijk kan je worden dat je enthousiast wordt over een dweil. Maar goed, ik ben dus heel enthousiast over een dweil. En dan heb ik nog een doekje voor het tv-scherm speciaal en daar kan je ook brillen mee schoonmaken. Het is eigenlijk een brillendoekje, je had hem groter, maar ik wil geen grote doek, want mijn kasten liggen altijd zo vol, dus ik wilde hem expres klein. Dus ik heb hem voor de tv en dan kan hij eventueel ook voor brillen dus. En ik heb een, ja het is een omslagdoek, maar ik wil hem als dekje op de bank. En die is echt super, super, super zacht. Dus dat wordt dan maandag als die bestelling dan de deur uit. En dan als het goed is, een week later heb ik alles. Want alle bestellingen die gedaan zijn, die komen naar mij, net als de vorige keer. En dan moet ik het verdelen en zorgen dat het bij iedereen komt. Dus dat moet dan goed komen. En dat is ook wel leuk, want dan heb je ook gelijk weer een excuus om iedereen te zien. Nou zie ik iedereen er sowieso wel van. Dus, maar dan heb je toch weer een extra excuus. En nu ga ik lekker mijn serie kijken. Oh, het was zo leuk om te kijken. Alleen echt de laatste 10 minuten zat ik echt knikkebollen. En ik moest en zou die aflevering afkijken. Dus op een gegeven moment zat ik helemaal in een energieke houding rechtop in slaap te vallen en dat niet willen. Maar ik heb hem afgekeken en ik vond het helemaal leuk. En nu weer heel lang wachten op een nieuw seizoen waarschijnlijk. Maar goed, ik ga wel dus mijn bed in en deze vlog dus afsluiten. Ik hoop dat het een beetje een leuke vlog was. Vergeet ook vooral niet een duimpje achter te laten en een leuke reactie. En even op abonneren te klikken als je dat nog niet gedaan hebt. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!